precies. Over die cover, heb je van tevoren gecheckt bij gasten die erop staan of ze cool waren ermee? Of heb je hem gewoon... Ik zeg eerlijk, dat was ook niet echt mijn gedachtegang achter dat ik overeenstemming zou krijgen of zo, weet je. Het is gewoon mijn ding. Mm-hmm. Ik breng het uit. Snap je? Mensen hebben het gehoord en ja, het is wat het is gewoon, weet je. Ja, ja, ja. Wie staan er allemaal op? Want we hebben hem hier achter. Je ziet het, kijk. Mag ik zeggen wie ik denk dat het zijn? Doe jij dat? En dan moet je wel goedkeuren, anders weet toch, sta ik voor schut hier. Ja, toch. Dit is Kees. Zeg maar die chapje als eerste. Dat is zeg maar platenbaas van Top Notch, Kees de Koning. Ja. Ja. Wacht, laat maar. Frenna. Klopt. Frenna. Jezinho. Ik zeg niks. Nee, oké. Okay. Ronnie. Ja. Deze ken ik eerlijk gezegd niet, man. Ik weet niet wie dit is. Ja, gaat door. Is het van een groep of... Ja, is gewoon een bekende rapper. Gewoon. Een bekende rapper. Maar wie denk je dat dit is, Diva? Ik weet niet. Ik heb echt geen idee, joh. Maar oké, okay, dit is Boef ernaast. Oké. Okay. Ja, okay. Ja, ik ga het niet zeggen. Kleine. Oké. Okay. En is dit... ik twijfel of dit... hoe heet hij nou ook alweer? Van SFB. Of iemand van SBMG. Ja, dat denk ik. Je bent in elk geval goed. Dit. Je bent dichtbij. En we moeten het hierover hebben, bro. Vertel mij. Het gebeuren rondom Chief. Weet je wat? Laten Wie? We eerst... Ja, laten we een klein stukje daarna kijken. Chief, HT. 10 tegen 1. Je hebt niet gehandeld. Ik ga je zeggen. Ik heb jullie in de ogen aangekeken. Jullie zijn pussies. Ja. Ik heb het nog steeds aan het trekken. Ja. Ik ga je zeggen wanneer ik kom. Bro, kom met 30, 40 man. Elke show waar je nu gaat, wees op je hoede, bro. Misschien weten de mensen niet wat er precies is gebeurd. Maar vertel, wat was er ongeveer een beetje gaande, zodat de mensen dat ook snappen? Kijk, ten eerste... die incident is gewoon... iets wat zeg maar, niet van mijn kant is gekomen, weet je. Ja, ik ben daar gekomen om sowieso naar Appelsap te gaan om op te treden, weet je. Ja. Om geld te gaan verdienen. Dus ja, eigenlijk moet je dan eigenlijk SBMG uitnodigen. En die hier zetten en die dan vragen. Hier zetten en vragen. Maar eigenlijk wel, hè? In principe wel, weet je. Maar is dat ook diezelfde, zeg maar, diezelfde Rolly? Die... Ja, die is er nog, weet je. Die is er nog, hij schijnt nog. Maar... Ja, vanuit jouw oogpunt. Ja. Even jouw visie op de hele situatie. Ja, kijk, weet je, het is, ik ken niks anders, weet je. Ik kom van een plek... weet je, ik kom uit Den Haag, Schilderswijk. Den Haag is een plek. Sowieso moet je kunnen vechten. Dat is geen probleem. Dat wordt van kleins af aan dat al erin getrapt. Letterlijk. Door je broer, door je neef, maakt niet uit. Maar als er zo'n incident gebeurt... Ik ben niet de aanleiding daarvoor geweest. Zo ik bedoel? Dus ja, als ik antwoord daarop geef, is het alsof ik... Begrijp je? Ik ben niet de aanstichter, weet je? Ik kom gewoon om een show te geven. En op dat moment heb je gewoon jezelf verdedigd. Ik heb mezelf verdedigd. Begrijp je? Okay, ik bedoel, als ik word aangevallen, dan verdedig ik mezelf. Mm-hmm. En verder is er niet echt veel meer geks aan de hand. Het is gewoon, mijn tape is nu uit. Die gewoon zo checken. Maar ik heb wel iets gehoord in de wandelgang, maar ik wilde dat bij jou checken of dat klopt. Er zou een clipshoot zijn geweest, mm-hmm, voor 4 keer duurder. Maar jij kon het niet halen op dat moment dat alles snel moest gebeuren. En uiteindelijk is daarmee een beetje de vlam... Kijk, laat me zo zeggen. Mensen gaan van alles zeggen. Ja. Snap je? Geloof me, de enigste personen die weten waarom ze dat hebben gedaan, zijn hun, weet je? Ja, ja. En ja. Ja, eigenlijk moeten zij het uitleggen dan. Ze moeten het gewoon uitleggen. Oké. Okay. Ik weet niet precies uitnodigen. Waarom. Ik kan je niet... Ik wil je wel helpen. Ik kan je niet helpen. Oké. Okay.